Welkom in het Vlaams parlement. Ik ben klaar om straks minister-president Jan Jan Bon vragen te stellen over zijn septemberverklaring. Ik ga het debat aan met hem. Julia, hi, hi. Ik ben de vrouw. Jojo. En de onze premier. Ja, ja. Nieuwe federale regering, waar wij een schitterende premier aan hebben. Dus ik wens er weg. Ik vind het super, dat is een nieuw woord in ons land. Ja, ja, ja. Vooruitgang, groei. Daar gaan we werken allemaal en dat is de bedoeling. Zeg Maurits, zijn we er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Gas geven. Maar als Els in de zaal is, valt er altijd iets te beleven. Dag Els. Er is vandaag een nieuwe federale regering. We hebben ook een nieuwe premier. De eerste Vlaamse premier sinds 2011. Bij deze proficiat, Alexander De Croo. Dat is hier nog niet gezegd. We zitten hier in het Vlaams parlement die, in een debat. Maar federale zal ons uit de grootste crisis ooit moeten loodsen. En elke regering zal daartoe een steentje moeten bijdragen. Dus ook uw regering, minister-president Jan Bon. Vandaag het eerste debat in het Vlaams parlement. En ik vroeg de Vlaamse regering om bij te dragen aan de relance van de nieuwe federale regering. Te zorgen voor een slanker Vlaanderen. Maar ook om Brussel niet los te laten.